Het goed presterende Jong FC Groningen gaat op bezoek bij Jong PSV. Op de Hertgang in Eindhoven speelt Jong FC Groningen onder andere met eerste selectiespelers Michael Kieftenbelt en David Texera. De eerste kans is voor de thuisploeg, maar spits Jurgen Locadia werkt de bal over het doel van keeper Steven van der Leij. PSV-trainer Dick Advocaat ziet dat Jong PSV halfweg de eerste helft het betere van het spel heeft. Hij ziet ook dat Ola Toivonen na lange slepende blessure op de weg terug is. Hij krijgt de ruimte om de bal voor zijn sterke rechterbeen te leggen, maar dat schot mist de juiste kracht en de juiste richting. Even later is Toivonen weer gevaarlijk, nu aan de rechterkant. Van der Leij staat iets voor zijn doel, dat ziet Toivonen en dus komt hij met dit listige balletje. Maar gelukkig voor Van der Leij en FC Groningen eindigt de bal op de lat. Daarna wordt FC Groningen een zuivere strafschop onthouden. Cruciaal moment in de wedstrijd was 3 minuten voor rust. Moeten wij een penalty hebben met David Texera. David die komt door en 1-op-1 met de keeper. En hij wordt eigenlijk van achter onderuit gehaald. En ik denk wel dat we een penalty hebben moeten krijgen. Hij zegt het zelf ook, dus lijkt me wel terecht, ja. In de tegenaanval daarop krijgen wij een penalty tegen. Een terechte penalty, want Letschert maakt hier overduidelijk hands. De scheidsrechter kan hier niets anders doen dan Jong PSV een penalty geven. Letschert weet dat hij flink in de fout is gegaan. En dus mag Steven van der Leij het opnemen tegen Jurgen Locadia, de topscorer van Jong PSV. Locadia komt in de tweestrijd tevoorschijn als winnaar. En zo gaat Jong PSV rusten met een 1-0 voorsprong. In de rust wil je wel dingen weer op een rijtje zetten. En dan gaan we gewoon goed de rust weer uit om toch weer de 1-1 te maken. En eventueel ook nog weer de 2-1. Ik vind dat wij, wat ik zeg, 70 minuten de betere ploeg waren. Hebben we helaas niet uit kunnen drukken en hele grote kansen. Geen grote kansen, wel goede mogelijkheden. Van Nief paast op Ben Moussa. Ben Moussa gaat naar binnen, krijgt de ruimte om te schieten. Maar verder dan dit schot, dat eindigt in de armen van Titon, komt Ben Moussa niet. FC Groningen dicteert het spel in de tweede helft. Kostic weet Bakuna net niet te bereiken. Deze voorzet moet door PSV uiteindelijk tot hoekschop worden verwerkt. Die corner wordt genomen door Kostic. De bal gaat over iedereen heen. Dan kan Bakuna vanaf links met een voorzet komen. Hij legt de bal op het hoofd van Nick Bakker. Maar hij kopt over en dus heeft FC Groningen de dan verdiende gelijkmaker nog niet gemaakt. Als je kijkt naar de kansenverhouding was die denk ik wel in evenwicht. Maar als je kijkt naar het veldspel en de manier van spelen vond ik ons beter. Het thuisfront wordt alvast gemeld dat de gelijkmaker eraan gaat komen. En hier is de aanleiding. Kostic draait goed weg, gaat richting de achterlijn, houdt dan goed in. Ziet ermee opgekomen Kieftenbelt die in één keer schiet op de arm van een verdediger. En ook dit is een penalty. De scheidsrechter is resoluut met zijn fluitje. Geen discussie mogelijk, weet ook Michael Kieftenbelt. Titon moet dan de strafschop van Bakuna zien tegen te houden. Dat lukte voor Polen tijdens de EK van vorig jaar. Maar nu schiet Bakuna heel beheerst binnen voor FC Groningen. En zo wordt het alsnog 1-1, wat ook de eindstand is. FC Groningen stijgt door naar een mooie derde plaats in de belofte divisie A met 21 punten uit 12 wedstrijden. We zijn goede winteruiden en ik vind ook dat we goed spelen. Dus daar ben ik heel tevreden over en we gaan proberen dat uit te bouwen. Ja, we zijn goed bezig, ja. Maar we oefenen ook wel veel tussen op balbezit en het druk zetten gaat nou ook goed. Dus als we de bal niet hebben. Dus ja, dan boek je eigenlijk ook wel veel winst. Want als je zelf geen goal tegenkrijgt, dan de kans om te winnen is dan veel groter natuurlijk.